En wat is er bij de Partij voor de Dieren aan de hand? Ja, dat is merkwaardig. De Partij voor de Dieren. He, ik bedoel, als je al zo onaardig bent tegen elkaar, is het wel... het is ook zo onbegrijpelijk stom om in de aanloop naar die verkiezingen... Kijk, het zou kunnen dat er dus kennelijk oud zeer ligt tussen het bestuur en mevrouw Ouwehand. Kun je je eens bij voorstellen. Dat komt kennelijk nu dan tot uiting. Dan zou ik toch zeggen, jongens, we gaan even om de tafel zitten. Wij besluiten dat we het volstrekt oneens zijn. Mevrouw Ouwehand is in dit clubje verreweg de bekendste mevrouw. En die heeft het ook bij debatjes, heb ik altijd begrepen, goed gedaan in de Kamer. Ze stijgen ook in de peilingen? Ja, weet je wat? In de peilingen staan we er goed voor. Weet je wat? We zetten deze ruzie nu stil. En we ruzien door nadat de verkiezingen geweest zijn. Nee, al deze egootjes, politieke egootjes, gaan lekker ruzien. En berokken hun eigen partij, hun eigen van idealen vervulde partij, enorme schade. Dat voel je wel. Dus ik vind het onbegrijpelijk. Dus zowel van mevrouw Ouwehand als van het bestuur. Maar bij het bestuur vind ik het erger. Omdat ze in feite de lijsttrekker zwaar beschadigd hebben. En trouwens ook hebben teruggetrokken. Dat wil zeggen, ze weigeren haar te benoemen. Niemand wilde zeggen waar het over ging. Ze komen met een nieuwe kandidaat. Het waren integriteitskwesties. Ja. Ja, nu natuurlijk met een nieuwe kandidaat. Nou goed, alle partijen komen met een nieuwe kandidaat. Maar ik durf te zweren dat de nieuwe kandidaat van de Dierenpartij, dat geen landelijke beroemdheid is. Maar ze hebben geen bewijzen genoemd daarvoor. Hè? Ze hebben alleen maar het idee gewekt van er is iets aan de hand. Maar het is niet onderbouwd. Nee, dat moesten ze allemaal nog onderzoeken. Ja, dus ik vond het van een zeldzame stomzinnigheid. Een goede reden trouwens om niet op die partij te stemmen. Moet mijn broer er nog even over bellen. Ja, want hij stemt ook Dierenpartij. Ja. Nou, hij was voor de eerste keer toch dat hij het nu wilde gaan stemmen, omdat hij niet wist wat hij... Mijn broer vertoont op dit punt, ik heb het met hem besproken ook, heel veel intellectuelen hebben dat eigenlijk, is er niks waar ze echt gelukkig mee zijn in het politieke veld. En dan zit je altijd goed dat je op de Dierenpartij stemt, want die dieren die worden verschrikkelijk behandeld, wat allemaal voorkomen juist is natuurlijk. Ja. Maar goed, mijn punt met de Dierenpartij was toch, hoe lang bestaan die al niet, toch ook al een jaar of 20 of zo. Ja. Maar het heeft nooit enig verschil gemaakt. Er waren nu weer rapportages van slacht en transport waar je bloed van stilstaat. Ja. Het heeft nooit allemaal een zak geholpen. Maar wat jij terecht zegt, de ego's die verpesten het nu ook voor die kiezers allemaal. Want die Ouwehand... Die komt er hartstikke gunstig voor, toch? Precies. 8 zetels of zo. Ja, maar die is heel populair inderdaad. Die trekt heel veel stemmen. Ja. Dus het is ook dom van dat bestuur, zou je zeggen. Onbegrijpelijk. De campagneleider is ook weg, hè? Die heeft ook gezegd, kun je niet doen dit. Ja, was een ex-VVD'er, daar keek ik dan weer van op. Maar goed, het is ontzettend kortzichtig. Dat wil zeggen, het zijn lui met principes, dat voel je wel. Ik dacht eigenlijk dat het de oude club was. Dus Tieme en haar echtgenoot, de oorspronkelijke, dacht ik, initiatiefnemers van de Dierenpartij. Zonde. Kijk, Ouwehand zou kunnen zeggen, weet je wat? Ja, zonde. Ik bedoel, ik heb geen emotionele binding met de Dierenpartij. 0, nee, maar ze leek wel redelijk stabiel. En ze groeien ook gestaag. Ja, stabiel. Het was een snel groeiende partij. Ja, nou, iedere keer er wat bij. Het ging niet heel hard, maar wel volgens mij 8 zetels nu in de peilingen. Dus dat is toch netjes? Dat is toch goed? En ik begreep, een van de punten begreep ik, was dat Ouwehand wel wil samenwerken eventueel met politieke verantwoordelijkheid. En dat de oude hap daar, nee, dat woord wil ik eigenlijk liever niet gebruiken, dat die oude club daar, dat eigenlijk principieel in de oppositie wil blijven. Zichzelf ziet als een hoe heet dat ook alweer? Klopt, ja. Een wesp of een bij in dat hadden ze ook gezegd de huid van de samenleving. Dat hadden ze toch gezegd tegen Ouwehand, luister, we hebben nu al gewonnen, maar je moet niet mee gaan onderhandelen. Ja. Je moet in de oppositie blijven zitten, ja. Terwijl, 8 zetels, dat is natuurlijk een hele prettige groep om erbij te hebben, zou ik zeggen. Gesteld dat we door het midden of links een beetje door het midden. Maar goed, ook als je naar de peilingen kijkt, is alles even onzeker, toch? Ja, ja. Ik weet ook niet of ze 8 zetels naar de Kamer of dat het peiling is. Of was volgens een peiling. Nee, het was een peiling. Ja. Ze hebben nog niet 8 zetels in de Kamer. Ja, je weet, peilingen. Nou ja, peilingen zijn peilingen. Ja. En peilingen zijn op het zijn allerbest een indicatie. Ja. Ja. Ja, we kennen het bekende geval natuurlijk van de PVV-peilingen. P
PVV peilde altijd enorm indrukwekkend. En dan kwamen de verkiezingen. En dan was het wel een beetje een nat klappertje toch weer. Ja. Al zijn ze al die jaren de tweede of de derde partij geweest. Ja.